Gwen? Heb je het leuk daar? Nee, ik zeg, heb je het leuk daar? Nee, ja, ik versta je heel slecht. Even domme. Zo, ik ga het eens heel anders aanpakken. Ik kan wel iedere avond die pizzalijn bellen, maar dat is op den duur ongezond. En weet je, je kan die pizza's ook zelf maken. Echt waar? Sophie, ik probeer even te bellen. Doe Gwen de groeten. Je koopt gewoon zo'n pak, dan doe je er water bij en dan heb je de bodem. Dan tomatensaus in blik en verse groenten in blik. Ja, Gwen, zit je in een grot of zo? Volgens mij zit ze in een grot. Dan doe je het in de oven en eet smakelijk. Hallo, daddy is home. Paul zal het wel weer niks vinden. Waar zit je nu? Hey, fijne kerel. Hey, hallo. Gwen, je vader heeft me net gezoend. Ach, is dat Quenny? Hallo Quenny, liefheid, dit is papa. Ja. Ik zat net in de auto te denken. Jij hebt nog 120 gulden achterstallig zakgeld te goed. 120? En ik dacht, ik maak er 150 van. 150? En dat ligt dan voor je klaar als je thuis bent. Ja hoor, met mij is alles goed. Ja. Dag Quenny, dag Liefie, dag. Zit ze in een grot of zo? Sophie, wat sta je er weer aandoenlijk bij? Kom hier, dan krijg jij van mij een knuffel. Thomas, er is stront aan de knikker. En niet zo'n beetje ook. Bedankt voor de lift. Ik moet nu echt weg. Ja. Wil je niet even binnenkomen, even het huis bekijken? Ik moet echt naar het gemeentehuis. Ja. Andere keer. Wanneer? Binnenkort. Heel binnenkort? Heel binnenkort. Laten we naar boven gaan en dan gaan we daarna samenwonen. Meen je dat? Ja. Ik moet nu echt weg. Koosje. Oh, Koosje. Ik hou van jou. Ik hou van jou. Paul. En ik meen het, ik meen het. Ik ben gelukkig. Ik ben gelukkig met jou. Ik ben gelukkig met jou. Dit is gewoon griezelig. En waar zit Ben nu? Ben zit nu hier. En toen ze belde, toen zat ze hier. Ze heeft mij ook geweld. Het was net alsof ze in een grot zat. Het is nu met jou aan de hand. Met mij is er niks, maar er is iets met Paul. Oh, is hij nog steeds zo vrolijk? Hij zoende de pilaar in de hal. Hij maakte een rondedansje en hij zei, ik hou van jou, ik hou van jou. Schei uit, ik moet overgeven. Maar dit betekent iets, Inge. Ik voel het. Vanochtend kwam hij op mijn kamer, ging hij mijn sokken opruimen. Ging een wasje draaien, zei hij. Nou ja, dat is toch niet zo gek? Dan ken jij Thomas zijn sokken niet. Nee, sinds Gwen weg is heb ik geen andere sokken aangehad. Het verdem ik, hoor, ik word kotsmisselijk van jou. Zal ik jou eens wat vertellen, Thomas? Nou? Wij zijn niet langer gedoogd. Niet? Wij zijn geaccepteerd. Paul heeft ons geaccepteerd. Yes! Ja. Wil jullie feestje niet bederven, hoor, maar dat klinkt niet erg naar Paul. Hij is veranderd, Inge. Hij is echt veranderd. Je kent hem niet meer terug. Ja, dat heb ik ook één keer gehad, want ik dacht, hij is veranderd. Ik ken hem niet meer terug. 2 weken later waren we gescheiden. Ah, kijk, dat is de rol. Daar kan je tenminste van op aan, hè?
Roel verandert nooit. Daar ben je dan mooi klaar mee. Roel. In één keer goed. Vriend. Wat? Ho, ho. Kom even binnen, kom even binnen. Ik kom alleen inhalen als je wat wil of iets van me moet. Dan even ik... gezellig een biertje drinken. Wow, wow, wow. Dit ruikt naar verdovende middelen. Ik denk niet dat ik dit... Als Paul dan toch ineens zo blij is dat je bij hem inwoont, dan mag hij eindelijk je zolder wel eens gaan verbouwen. Daar heeft hij natuurlijk geen geld voor over. Hij heeft me net geaccepteerd. Ja, maar voor hoe lang? Nou, betaal dan huur. Wat? Ja, als Paul je heeft geaccepteerd, wil hij vast wel elke maand huur vangen. Ik ben me daar belazerd. Waarom niet? Ja, daar heeft ze toch het geld niet voor? Nou ja, hij heeft ook geen recht op huurbescherming. Als het moet, kan ik altijd nog ergens anders terecht. Hoe bedoel je dat? Desnoods bij jou, Inge. Echt niet. Luister nou. Ik ga me daar een beetje geld aan Paul geven. Ja, maar luister. Ja, dat zal helemaal mooi worden. Hou nou even je klep, man. Kijk, als Paul huur accepteert en Sofie huur betaalt, dan woont ze officieel hier en heeft ze recht op huurbescherming. Ook als hij zich weer bedenkt. En dat is niet zonde van mijn geld? Nee, man, dan krijgt hij van zijn leven het huis niet meer uit. Het is briljant. Hoe komt zo iemand als jij toch aan zulke goede ideeën? Nou, ik weet niet, dat komt zomaar ineens in me op. Ik denk wel eens dat ik in een vorig leven heel iemand anders ben geweest. Oh ja? Nou, wie dat dan ook was. Die was in ieder geval een stuk slimmer dan jij. Het is alsof ik de wereld door een andere bril zie. Een andere bril? Je stelt me niet dat jij een bril had. Wat voor bril is dat? Bij wijze van. Bij wijze van wat? Ja, dat ik het door een roze bril zie. Ah. Roze bril? Ik kan wel janken van geluk, jongen. Heb jij een pilletje genomen of zo? Nee. Heb je een jointje gerold? Heb jij een snuifje genomen? Nee. Jij bent niet stiekem deze Chinezen, hè? Nee. Jij bent verliefd. Schoonlijk, jij bent gewoon verliefd. Op Koosje. Op Koos? Ja, werk bij de gemeente als gemeentesecretaris. Die Koos. We hebben elkaar ontmoet bij een concert. Ja, dat moet kunnen, joh. En jij bent de eerste tegen wie ik het zeg. Ja, dat vind ik niet zo gek. Ik heb het toch niet tegen niemand verteld. Nee, maar dat is maar hartstikke bedankt, joh. Hey. Jongen. Hey! Nou snap ik hem. Wat? Van die roze bril. Nou, ik ga eens even kijken wat Roel uitspookt. Die drinkt gewoon een biertje met Paul. Ja, die twee worden ook steeds closer, hè? Misschien trekken ze wel onbewust naar elkaar toe. Zou je denken? Zoeken ze troost? Ze hebben natuurlijk dezelfde traumatische ervaring. Oh ja, wat dan? Jou. Komt dit uit je vorige leven of is het gewoon zo'n stomme opmerking van jezelf? Hallo, jongens. Hi, lieve Inge. Hi. Daar, Sophie. Ach, Thomas. Jij hoeft voor mij geen pizza te bestellen, Sophie. Ik eet buiten de deur. Nou, dan ga ik maar. Hé, dag. Dag. Dag, lieverd. Dag, jongens. Dag. Tot straks. Dag. Maar nou begrijp ik het. Hij is gewoon verliefd. Hoe heet ze deze keer? Ze? Wat nou, ze? Hij? En hij heet... Koos! Nee, Paul is uit eten met Ko... Paul is niet thuis. Gwen, ik moet je wat vertellen. Paul is... weg. Mm-hmm. Ja, dat zou ik doen, ja. Ja, ik bel je morgen weer. Hè? Ja, ik ook van jou. We kunnen aan tafel. Ik kan het niet. Ik heb zo mijn best gedaan. Je kan toch wel even proeven? Ik kan het Gwen niet vertellen. Wat? Van Paul. Van dat hij nou ineens van een gelijkgestemde seksuele geaard... homo is. Ja. Volgens Roel. Paul heeft me vanochtend nog gezoend. Ach ja, en als dat zo is, dan is het gewoon een bevlieging... en dat is weer over tegen de tijd dat Gwen thuis is. Zou je denken? Sommige volwassen mannen van middelbare leeftijd doen soms rare dingen. De een neemt een motor, de ander neemt een... vriend. Nou, doe mij maar die motor. Maar wij moeten wel gebruik maken van zijn goede buik, Thomas. Dus jij gaat morgen naar het gemeentehuis uitzoeken hoe dat met die huurbescherming zit. Ja, waarom moet ik dat nou weer doen? Omdat ik het zwaarste werk moet doen. Paul de huur betalen. Ja, ja. Nee, dat is niet waar. Paul? Wat grappig. Ja, ik vind jou zo grappig. Wat grappig, ik vind jou zo grappig. Mietje. Thomas, Niels.
Goed nieuws. Kom, vertel. Als Paul jou als huurder accepteert, heb jij recht op een behoorlijk onderkomen. Dat gaat met een puntensysteem. Hoe meer punten, hoe meer luxe. Ik zie het helemaal voor me. Een bubbelbad en een parketvloer. Hoe meer luxe, hoe hoger de huur. Maar met een goede douche en een kleedje ben ik ook tevreden. Nou, morgen komt iemand langs van de gemeente om te kijken wat Paul aan onze zolder moet doen. Thomas, Gwen zou trots op je zijn. Ja? En verdomme, kan ze een keer trots op me zijn, is ze er niet. Laat maar! Laat maar! Inge, kom gauw, voordat die blije eikel weer kwetterend zijn kooitje uitkomt. Thomas is naar het gemeentehuis geweest en het verhaal klopt. Mooi. Tada! Wat is dat? 3 maanden huur, zo ongeveer, van Roel. Ach, de schat. Jezus, wat een geld. Ja, vraag me niet wat ik ervoor heb moeten doen. Ik hoor ook liever geen details. Maar wat was zo de grote lijn? Thomas, rot jij eens even op. Ga zitten, Inge. Wil je een kopje koffie, koekje, bij chocolaatje? Nee, ik moet er meteen weer vandoor. Ik ga naar Assen. Wat moet jij ineens in Assen? Nou, heb je het dan niet gehoord van tante Anna? Ik heb niks gehoord. Wat heb jij dan gehoord? Heeft ze jou dan niet gebeld? Nee, wij waren de hele ochtend in gesprek. Paul is constant met die Koos aan de lijn. En maar giebelen en maar geiten. Het zijn net 2 tienermeiden. Oh? Nou, ze heeft mij wel bereikt. En nou moet jij ineens naar Assen? Ja, want er is een man langs geweest bij tante Anna. Nu al? Ome Jo ligt nog koud te worden. Die man heeft haar 1 miljoen geboden voor het huis. Wat? 1 miljoen? Voor dat huis? Ja. Voor dat verschrikkelijke huis in Assen? En ze denkt erover om het bod te accepteren. De een kan de huur niet betalen en de ander is verdomme miljonair. Ja, dus ik dacht, nou, laat ik tante Anne maar even een handje gaan helpen. Ik bedoel, daar ben je tenslotte familie voor. Zodat ze aan jou denkt in het testament. Kan ik niet mee? Misschien wil tante Anna wel mee investeren in een dvd-speler. Nee, Thomas, nee. Ach, Inge, jij bent de afgelopen jaren precies 1 keer in Assen geweest. Ja, nou juist. Hoog tijd voor een 2e keer. Ah, Inge. Nee. Gwen is er toch niet. Kan ik echt niet mee? Nee. Bij dit soort bedragen is het beter dat ik meega. Oh, nee. Oh, ja. Waar gaan de dames zo haastig naartoe? Ik ga naar Assen. En ik ga mee. Nou. Dan zijn wij gezellig met z'n tweetjes in huis, Thomas. Hè? Begrijp me goed, Paul. Ik accepteer je zoals je bent. Ik jou ook, Thomas. Bijna. Ik leer van Koos van mensen te houden. En Koos leert weer van mij van wijn en film te houden. Dus Koos leert van mij en ik leer van Koos. Snap je? Mm-hmm. Het is nog erger dan ik dacht. 2 leernichten... Hoi, volk! Niemand thuis. Jongen, jongen, jongen. Een troep, zeg. Nou ja. Zullen we kijken wat we kunnen maken? Hai! Hallo? Hallo? Is daar iemand? Hallo? Hallo? Is daar iemand? Hallo? Hey, Roel. Hey, Paul. Oh! Wat doe jij hier, man? Oh. Wie? Oh, ik. Hier. Ja, jij, hier. Hier. Ja, hier. Nu. Ja, nu. Niks. Iedereen is weg. En jij die hier niks te zoeken hebt, scharrelt hier op zolder rond. Nou, dat klinkt logisch. Ja, meen je dat nou? Nee, natuurlijk niet. Hey, maar je praat ook altijd zo ingewikkeld. Je kan je toch niet volgen? Dan kan ik je toch geen antwoord geven? Wat doe jij hier? Oh, daar kan ik geen antwoord op geven. Dat doet gewoon nog een keer over niet. Hallo.
Hey, doe. Hoi, Paul. Wat doe jij hier? Oh. Nee, ik kwam stiekem kijken of ik de kamer van Sofie nog kan opknappen. Kijk, dat is een antwoord. Ja, Moes van Inge. Nou, je kent Inge. Moes van Inge. En Inge heeft soms wel eens goede ideeën. Deze zolderkamer kan inderdaad wel een opknapbeurt gebruiken. Nee, dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Of geprikt, of geslikt, of gesnoven. Nee, dat kan niet anders. Die heeft wat gedronken. Goedemorgen, Thomas. Ben jij vroeg? Ja, ik mis Gwen. Het is helemaal niet leuk om lang in je nest te blijven liggen als er niemand naast je ligt die er weer vroeg uit moet. En je hebt ook een koffie gezet? Heerlijk. Ben jij vrolijk? Heb je soms gedroomd van de miljoenen van je zus? Nee, ik ben erg blij voor haar. Maar zij zit straks eenzaam met alle centjes op een huurfletje in Assen. Terwijl ik hier op mijn opgeknapte zolder zit. Zonder geld, maar omringd door de mensen waar ik van hou. Met een hart vol geluk. Die zie je vaker bij wanhopige mensen. Die gaan dan ineens in de heer. Ik meen het, Thomas. Trouwens, heb jij Paul nog gezien? Nee, maar er ligt hier wel een briefje. Lieve mensen, ik eet vanavond met Koos. Kus Paul. Op zijn manier ook in de heren. Maar dat iedereen gewoon weer chagrijnig was. Je kan proberen wat je wil, maar je krijgt mij niet chagrijnig. Heb je Paul die huur al betaald? Oké, dit is een aardige poging. Ja of nee? Nee, het leek mij beter om te wachten tot die ambtenaar van de gemeente langs is geweest. Verstandig, je moet de gemeente de huurprijs laten vaststellen. Weet je, ik vind Paul een schat, maar ik heb liever niet dat hij me uitkleedt. Financieel dan. Ik zit eigenlijk te wachten op iemand van de gemeente. Wat doe jij hier? Toen jullie gisteravond weg waren, heb ik geen oog meer dicht gedaan. Ik kon de hele nacht niet slapen. Vanwege dat miljoen heb ik vanmorgen die man gebeld, heb ik mijn huis verkocht. En toen wilde ik ook meteen weg. Weg uit dat verschrikkelijke Assen. Verschrikkelijke Assen? Ja, ik woonde daar toch eigenlijk alleen maar vanwege Jo. En Jo is dood en mijn huis is verkocht. En dus toen dacht je, trek bij mijn zuster in met je miljoen op mijn zolder. Als ik er dan nog maar bij kan. Nou, daar wou ik het juist even over hebben. Want Anna, blijf daar. Ik moet even iets regelen. U bent? Sofie de Zwaan, de huurder. U bent van de gemeente? Ja, dat klopt. Ik ben... Mooi. Komt u dan verder, dan zal ik u meteen het huis laten zien. Heeft u het over me gehad? Ja, natuurlijk. Hij is langs geweest op het gemeentehuis. Nou, Van Dungen? Nee, Thomas. Van Dungen? En dit is dus mijn zolder. Ik geloof dat die sprake is van een misverstand. Dat mag je wel zeggen, want dit is toch geen wonen? Kijk, die vochtplekken, je... krakende vloer... Hoort u? Het licht is zo zwak, daar kan ik niet bij lezen. 'S Winters is die net een ijskast. Als je de deur dicht doet, gaat automatisch het licht uit. En de douche. Oh, je heeft wel een douche. Ja, maar je moet constant in beweging zijn, anders mis je de rondvliegende druppels. Dat is dan wel weer goed voor de gezondheid, toch? Dit is toch een vreemde situatie? Zeker gezien de gigantische huur die ik betaal. Huur? Ja, kijk. Het envelopje voor deze maand ligt alweer klaar. Zegt u nou zelf, dat kan toch zo niet langer? Nee, dat kan zo niet langer. We moeten maar zijn einde aan maken. Dat bedoel ik. Dus wat ik nu wilde vragen is wat de gemeente hier aan denkt te doen. De gemeente? U bent toch van de gemeente? Ja. Nou dan. Je bent er al. Al? Ik ben hier al de hele dag. Nee, dat bedoel ik niet. Dit is een kennis en die gaat nu weer weg. Nou, dat dacht ik niet. Niet? Nee, want ik ken haar ook en ze gaat niet weg zonder mij. Nee. Het is Koosje. Koosje? Jij bent... En jij werkte bij de gemeente. Dat doe ik ook. Maar zeker niet bij de diensthuisvestingen. Nee. Ja, je hebt wel kennis gemaakt met Sofie, mijn ex-schoonmoeder. Ja. Kan ik jou even spreken? Ja. Nee. Paul. Nou ja, ik zal hem straks hard nodig hebben als hij me het huis uitzet.
Jezus, Anna, ja, jij bent er ook nog. Ja, ik ben er ook nog, ja. Ik heb maar zelf koffie gezet. Moet zeggen, dat was in Drenthe wel beter. De koffie? Nee, de gastvrijheid. Als je wilde, kon je daar de hele dag met iedereen koffie drinken. Ik kreeg er het zuur van. En wat Jo betreft... Anna, ik zeg het je maar gelijk. Je kan hier niet logeren. Daar is de situatie niet naar. Logeren? Hier? Moet er niet aan denken. Maar wat doe je hier dan? Ik ben op weg naar Schiphol. Ik vlieg vanavond naar Malaga aan de Costa del Sol. Ik ga daar eens een beetje rondkijken en als het me bevalt, koop ik er een flatje. Oh ja? Ik heb zoveel geld om uit te geven voordat ik doodga. Dat doe ik dan liever op mijn rug. In de zon, met in mijn ene hand een glas sangria en in mijn andere hand... Ja, zijn naam weet ik nog niet. Maar laten we zeggen... Juan. Anna, zo ken ik je niet. Je bent helemaal losgeslagen. Erg, hè? Schaam me dood. Dat is altijd mijn rol geweest. Maar ja, die tijd is nu voorbij. Want ik moet nog maar afwachten wat Paul daar met zijn vriendin aan het bekokstoven is. Zou ik niet doen als ik jou was? Jij bent mij niet. Ja, maar ik heb altijd zoals jij willen zijn. Ik heb mijn leven in een keurslijf gezeten. Jij niet. Jij was altijd van lang leven de lol. En nog steeds. En gelijk heb je. Het leven is te kort. We moeten ervan genieten. Alsjeblieft. Wat is dat? Een ticket. Je dacht toch niet dat ik alleen ging liggen genieten? Ik zou niet weten hoe dat moest. Maar dat is wel ver. Heb je geen vriendin? Sophie, ik heb mijn hele leven nog geen geld over de balk gesmeten. Daar heb ik toch een expert bij nodig? Zoek niet langer. Je hebt er gevonden. Hey, Anna. Hallo, Paul. Is dat zijn nieuwe vriendin? Dat is Anna. Dat is de zuster van de moeder van mijn ex. En die was met Jo, maar die is nu dood. Wacht even. Anna is de zuster van de moeder van je ex. En die was met Jo, en die is nu dood. Ja. Ja, Paul is een beetje familieziek. Blijft u een kopje koffie? Ja. Sophie, kan ik jou even spreken? Dat zal helaas niet gaan. Ik wil jou even spreken. Nee. Sophie. Paul. Ik moet jou iets vertellen. Ik eerst. Nee, ik. Nee, ik. Nee, ik. Het is mijn huis. Sophie. Paul. Koosje en ik houden van elkaar. Ik heb het gevoel dat het klikt. Deze keer echt klikt. En het is niet uitgesloten dat wij gaan samenwonen. Maar je had er nog niet verteld dat je in één huis woont met je ex-schoonmoeder? Nee. Nee, dat heb ik er net verteld. Ja. En zij wil niet met je samenwonen als jij nog in één huis woont met je ex-schoonmoeder. Nee. Ik was hier graag gebleven, Paul. Ja. Maar ik begrijp het. Ik zal vertrekken. Ja. Ah nee, verdomme nee. Ja, je woont hier al zo lang. Ik kan je toch niet zomaar wegsturen? Je hebt toch recht op een vorm van... Huurbescherming? Ja. Sophie, jij kan hier blijven wonen. Ik regel iets met Koosje. Meen je het? Echt? Oh, Paul. Nee, ik kan je geluk niet in de weg staan. Ik ga weg, vanavond nog. Ja, maar heb jij dan geen oren aan je hoofd, mens? Wat wil je dan, in een vervallen pensionnetje wonen... met een ratten aan je zolen knagen? Ik dacht eigenlijk aan een gemeubileerde kamer... in een klein pensionnetje waarin een Juan aan mijn tenen sabbelt. Ik ga met Anna naar de Costa del Sol. Meen je dat? Echt? En hoe lang blijven jullie dan weg? Lang genoeg voor jou en Koosje om aan elkaar te kunnen wennen. Maar als het me niet bevalt, sta ik zo weer op de stoep. Dan moet zij daar maar aan wennen. Wil iemand nog wijn? Ik wil wel een cerveza. Je moet nog rijden. Ja, dan rij jij toch? Dus ik denk Koos. Is Paul nou met een kerel? Ik bedoel, dat kan toch vanwege de naam? Nee, Kobi. Koos is haar koosnaampje. Nee, en ik moet denken dat... En ik moet denken dat Paul de hele tijd met... En ik moet de hele tijd denken dat Paul met een kerel ligt te krikken. Krikken?
Nou ja, ik ben er natuurlijk niet op tegen, maar quasi vrouw vind ik jou natuurlijk wel leuker dan... Qua man. Precies. Mm. Quasi man vind ik jou soms zo'n flapdrol. Maar hij is wel lief. En grappig. Oh, je hebt gevoel voor humor. Leuk. Dat heb je wel nodig als je met Paul bent. Zeg ik maar tegen Gwen. Ze begrijpt het wel. Ze begrijpt mij beter dan wie ook. Mij ook. Bof komt. Vraag je wel of ze snel langskomt in Spanje? Ja. Heb jij nou dat geld nog gegeven aan Paul? Nee, daar is het gelukkig niet meer van gekomen. Oh, dit komt wel even goed uit. Nou, ik zal het nog nodig hebben als vakantiegeld. Gaan we dan nog? Ja. Kom, straks komen we nog te laat. Ja, tante Anna, actie in de tent. Ja. Kom op nou. Kom. Ga op die bank hangen, maar dat schiet niet op. Ga je mee hingen? Zijn jullie niet veel te vroeg? Wij nemen ruim de tijd voor de cursus geld uitgeven. En nu is het tijd voor les 1, tax-free shoppen. Ah. Nou. Sorry. Paul. Nou. Anna, ik kom eraan. Ja. We gaan brassen. Yo. Dag. 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 Dan ben ik zo lang bezig geweest om haar het huis uit te krijgen. En nou is het zover, dat kan ik bijna niet geloven. Soms komen je mooiste dromen uit. Zij is er! Ja, en soms duurt ze maar een half minuutje. Gwenny is weer terug. Ah, Gwenny, lieverd. Hoi, pap. Hoi. Mag ik je voorstellen aan de liefde van mijn leven, Koosje? En dit is mijn andere liefde, Gwen, mijn dochter. Wat een grappige naam, Koos. Leidt het nooit tot misverstanden dat ze denken dat je een man bent? Nee hoor, alleen bij hele domme mensen. Hé, hey, ik zag oma net wegrijden. Gaat ze in Spanje wonen? Ja, ik vrees van wel. Ik mis haar nu al. Ah.